We verlieten even dit oversteerde toneel van Douwe Huytema. Douwe Huytema is farmjouwer en won dit jaar met zijn bureau BWH-ontwerpers de prijs Beste Jaarverslag 2008. En die prijs die won er verliezen hier ook al. Wil er een heleboel grote Nederlandse bureaus ik om die prijs vaak mooi dienen. Wat is het geheim van Douwe Huytema? Waarom is hij zo goed? Halbe Pieter Klaus zocht hem op. Die vloer is heel lelijk hier. Die is echt vreselijk lelijk. De houten vloer, ja. Ja, die, dus die moet eigenlijk of donker gemaakt worden of het een of ander op er helemaal af. Maar ik vond dit wel een heel mooi beeld ook. Dit is mooi hoor. Een heel groot vlak wat je beslaat eigenlijk met zo'n taartdeur dan, weet je wel. Het is grappig hoe je, dat uit, hoe je de kwaliteit uit het beeld erop. Ja, precies, precies, ja. Maar dat is prachtig, dat is strak en dan die... Ja. Ik vind het, dit is helemaal, helemaal gek. Ja. Hij is ook waanzinnig. En je hebt ook gewoon mooi in deze ruimte dat je geen kozijnen hebt. Dat het ook precies helemaal goed is. Ja. Ja. We zijn op dit moment op een fotolocatie. Fors Maupertuis in Grace. We hebben een opdrachtjouwer uit Slochteren. Een door hebben die, een mechaniek in een door, een scanner in een door ontwikkeld. En dat is wel heel bijzonder. En dat zijn we nu aan het fotograferen voor haast brochure, website. En de rest van huisstijluitingen. Douwe Huytema is een van de oprichters en de druwende kracht van het farmjouwersbureau BWH Ontwerpers. Dit jaar won Huytema voor de tweede keer de prijs voor het beste jaarverslag. Deze prijs wordt elk jaar toekend door de Grafische Cultuurstichting en alle grote farmjouwbureaus van Nederland sturen haar een beste jaarverslag in. Maar hoe kan het dat zo'n leadsbureau uit Ljouwert nou twee keer zo'n prijs pakt? Wij hebben gewoon een goede ploeg ontwerpers. We werken met 4 ontwerpers en 2 goede stagiaires. En dat is een grote praten. En je verdiep je in wat zo'n bedrijf of instelling docht. En proberen daar heel dichtbij te komen. En dan dingen te bedenken en dingen uit te voeren ja, die tot vertalen. Dat, ja, dat is hetzelfde als mij een architect of mij een goede kok. Ik bedoel, iedereen kan dezelfde dingen keep je en toch zorgen te in ervoor dat dat beter en lekkerder vertaald wordt dan de oor. Project voor het Fries Festival wat we maken, hè. Timmerfabriek. Alleen nog maar met een heel mooi beeld in Sneek. Werd we al een denim boekje voor maken, hè. Hier onderleid die van vorig jaar werd we mee won, hè. En dit is het. Het jaarverslagje werd we dit jaar mee wonnen. De jury die vond eigenlijk dat als het boekje het formaat intrigeert en het moment dat het boekje iependost, wist onmiddellijk waar het bureau ontnemingswetgeving mee bezig is en wat dit oude dan hier al gedaan heeft. Dus die helderheid vond ik heel mooi en dat het inderdaad heel mooi vorm al hier. Een van Huytema's opdrachtjouwers is Gosse Beerda van Podium Vlieland. Tijdens de verbouwing van dit podium vond Beerda een tegeltje mooi een aapje erop. Huytema die broekte dit tegeltje als inspiratiebron voor het ontwerp van de nieuwe huisstijl. Ik breng nu het ingelijste tegeltje weer om naar het plak waar het phone is. Onze bron van alles wat ons bij elkaar heeft gebracht. Dat wilde ik jullie namens mijn ontwerpteam en namens mijzelf wil ik dit aan jullie aanbieden. Kijk. Erg mooi. Het lampje zit er nog niet achter, maar dat kan er wel achter, omdat het ook een beetje afhankelijk is van hoe we dat zouden willen gaan doen. Zullen we eens kijken hoe die staat, hè? Ja. Werd een oor misschien stopje zo met zijn ideeën. Daar beginnen wij met onze ideeën. En ze ontwikkelt er iets, zich iets. Wordt een hele eigen beeldtaal creëert. Als gewoon het aapje erop zet, dat is eigenlijk niks. Dus we gaan op zoek naar wat voor mogelijkheden biedt het aapje dan? En hoe kennen we, ik ben een beetje bij het aapje wijs. En dit soort krijgen als gewoon de letter erop zetten soort. Maar op het moment dat de letter begint te vullen met die aapjes, geeft het gewoon een compleet eigen kant op. Ja, het heeft zelfs wat natuurlijk karakter. Het lijkt wel bletjes. Het is en een aapje die mij identificeren. Een aap kan nog een rol spelen. Voor Ben kan een aap leuk wezen. Dus het biedt ik een ontzettende soort mogelijkheden om nog om in de toekomst ook nog dingen te bedenken. Hij geeft jip in. Hij maakt het net een mooi plaatje, maar hij probeert het echt zich te verweven in die vraag. Te verweven in die onderneming, in die wezen als onderneming. En dat maakt het ik dat het resultaat uiteindelijk beter is. Dat het duurzamer is, dat het langer mijn tak is. Dat
het net zomaar een stempeltje is, net een grapje is, maar dat het echt te krijgen had, maar was dorst. Maar als ik ontwerp ben, dan ben ik gewoon vanuit in eigen gedachten mijlkoor ondergaan om een goed ding te maken. En als dat goed is, dan blijkt dat het voor een hele protte mensen goed is. Dat blijkt dan altijd. En de kerst dus net ontwerpen voor die klant. Want die klant is doorkestend klant wijzen. En iedereen kent een klant wijzen. Die alle je verschillende smaken, heeft verschillende ideeën, heeft verschillende gevoelens. En daar moet dan een ding voor wijzen. Dus ik denk daar denk ik dus nooit zo verschrikkelijk bij mij. Als het werk gewoon goed maken is. Als er een goede. Een goed verband tussen inhoud en esthetiek creëert, dan blijkt dat gewoon voor een hele grote mensen gewoon een goed ding te wijzen. Dan is het gewoon clear. Dan? Misschien een miniatuurpantoontje. Ja. Wat die deur is. Dit is geweldig. En ik zou het zelf ook wel. Maar gewoon dat er ook deze foto's even gemaakt worden met beweging even. Ja. Dat er even iemand in beweging doorheen loopt. Ja. Dat kan onherkenbaar. Ja. Dat wordt het sowieso dan. Nog langzamer. Vind ik eigenlijk een heel concreet vak. He, dat is visualiseren van iets wat er voor de nog net wie. He, dat docht iedereen met zijn eigen smaak en met zijn eigen dingen en met zijn eigen creativiteit. En als dat mij een hele ploeg dwaan kent, is dat ik. Super inspirerend en super onverwacht. Iedereen benadert de oplossing vanuit een hele oor invalshoek. En als dat alle je bijelkoor brengt en weer inkaders, dat is een vak. Dat is gewoon een vak. Hè? Dat is de processen stroomlijnen om er uiteindelijk een heel goed eindproduct uit te krijgen. Dit is onze agenda van dit jaar, wat Erik en Petra gefotografeerd hebben. Oh, leuk, zeg. Wij hebben hem ontworpen. Dit is Auvers sur Oise. Ook toch een leuke vorm van inbinden. Ja, goed. Hè? Ja, dat is het. Oh, dat is het ontwerpje van jou.